De onderneemster van het jaar wordt mede mogelijk gemaakt door Porsche. Woensdag 25 mei wordt voor de tweede keer de Porsche Onderneemster van het Jaar Award uitgereikt. Uit de honderden kandidaten zijn er 50 geselecteerd en uiteindelijk 5 vrouwen genomineerd. Dit jaar zijn dat onderneemsters Rachma Elmoeden, Gervaise Couberg, Karin Orsel, Claire Boonstra en Claudia Willemsen. Initiatiefnemer van de Onderneemster van het Jaar Award is directeur POM Porsche Import Rai Uiterwoud. Het is een award die wij in het leven hebben geroepen voor eigenlijk alle vrouwelijke ondernemers die lef tonen en op een hele innovatieve, originele en creatieve manier hun vak verstaan. Zakenvrouw en topondernemster Annemarie van Gaal is voorzitter van de vakjury. Ze is blij dat Rai Uiterwoud juist deze prijs in het leven heeft geroepen. Er was niet echt een award voor echt een ondernemer van het jaar, een vrouwelijke ondernemer van het jaar, die echt de eerste personeelsleden zelf heeft aangenomen, zelf met de benen in de modder heeft gestaan, zelf het bedrijf heeft grootgemaakt. Dat was er niet. Rai Uiterwoud en Annemarie van Gaal, ze zitten beide in de vakjury van de Onderneemster van het Jaar Award. Dat vinden ze belangrijk. En ik heb hier met ze afgesproken. Hoe kom je op zo'n lijst om als onderneemster ja, in aanmerking te komen voor deze prijs? Deze 5 staan op dit moment met kop en schouders boven de rest uit. Vanwege een uitzonderlijke branche, uitzonderlijke prestatie, uitzonderlijk nieuwe manier van ondernemen. En zo zijn we op deze 5 gekomen. Maar binnen die 5 gaat het echt heel moeilijk worden om de winnaar te kiezen. Hoe belangrijk is het voor een ondernemer om zo'n prijs te winnen? Het is natuurlijk nu 1 keer eerder al uitgereikt. Ik denk als je de winnares van vorig jaar bekeek, Marianne Steurman, die heeft echt wel, zeker in publicitaire zin, een absolute boost gekregen. Ik denk dat haar bedrijf weer verder gekomen is. Ze heeft ook vrijwel een jaar lang veel publiciteit gehad omtrent het winnen van deze award. Ja, die loopt iedere dag nog te glunderen dat zij deze award heeft gewonnen. Wie zit er nou nog meer in de jury? Want jullie moeten straks een heel belangrijk oordeel gaan vellen. Nou, dat is onder andere Marianne Steurman weer, die vorig jaar gewonnen heeft. Die kan natuurlijk een hele goede inbreng leveren in waar je op moet letten. De heer Balkenende is uiteraard een van onze juryleden. En mevrouw Raats en wij twee uiteraard, omdat we aan de bakermat hebben gestaan. En met z'n 5 denken wij een volwaardige, kundige jury te zijn om hier een oordeel over te kunnen vellen. Maar het wordt wel moeilijk. Het wordt wel moeilijk, zeker. Dit is de Porsche Onderneemster van het Jaar Award. Vorige week kon u al kennis maken met de eerste 2 genomineerde onderneemsters. De 35-jarige Claire Boonstra, oprichter van Layer en bedenker van 's werelds grootste platform voor augmented reality. En Karin Orsel, die aan het hoofd staat van het snel groeiende internationale scheepvaartbedrijf Management Facility Group. In deze aflevering ziet u de overige 3 genomineerden: Gervaise Couberg, Claudia Willemsen en Rachma Elmoeden. De 3e kanshebster is Claudia Willemsen uit Doetinchem. 7 jaar geleden begon ze met het verkopen van kinderkleding. Dit bracht haar op het idee om er meer mee te doen en ze begon een webwinkel. Nu is kleertjes.com goed voor een kleine 11 miljoen euro omzet. De 37-jarige Claudia Willemsen is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Een paar jaar geleden kreeg ze een briljant idee. Ja, ik had 2 kleine kindjes en werkte echt volle dagen en had eigenlijk geen tijd om andere kinderkleding te gaan kopen. En ja, toen ben ik op internet gaan zoeken en daar kon ik ook niet vinden wat ik zocht. Toen zat ik eigenlijk te wachten op iemand die dan zou beginnen met zo'n initiatief op internet, zodat ik daar kon gaan kopen. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ja jee, waar ben ik mee bezig? Ik begin er gewoon zelf mee. Boven op zolder had ik al een soort van kantoortje waar ik dan 's avonds kon werken en vanuit daar ben ik begonnen. En daar zat een voorzolder aan en daar had ik dan de kleding lag daar. Maar dat werd steeds voller. Maar echt binnen de kortste keren, het leek wel of er een bom explodeerde. Het was zo gigantisch druk en daar bleek zo'n enorm animo voor te zijn. Ja, dat ik binnen een half jaar tijd kon ik verhuizen naar een bedrijfspand. En had ik een omzet van 186.000 euro in een half jaar. 5 panden verder en met inmiddels 140 werknemers behoort Claudia tot de top van de Nederlandse webwinkels.
Ik ben niet bang. Ik heb heel veel lef in mijn donder. Dus dat betekent dat ik al heel vroeg groot durfde te zijn. En een professionele uitstraling waar mijn collega's, webwinkels, nog bijvoorbeeld rondmailden. Deze week geen bestellingen, want ik heb de griep. Als ik de griep had, dan merkte geen klant daar wat van. Dat kon niet. En die instelling die maakte wel dat ik ook het voorbeeld heb gegeven van ja, dat je wel, ook al staat het hele internet gebeuren in de kinderschoenen, dat amateuristisch gedrag wordt gewoon niet getolereerd. Je zult je wel als een professioneel bedrijf op moeten stellen. Anita Roosendaal heeft de groei meegemaakt en is een lange tijd de rechterhand geweest van Claudia. Ja, Claudia die geeft je gewoon zoveel inspiratie en je hebt zoveel, energie brengt in dit bedrijf dat je zet je schouders eronder, je wil. Voor haar alleen al. Echt je beste beentje voorzetten en alles ervoor doen. En ja, dat is gewoon voor Claudia doe je dat gewoon. Ik vind het echt super dat ik genomineerd ben voor de Porsche Ondernemster van het Jaar Award. Ja, ik ben echt heel trots. En het is gewoon ook heel leuk om te zien dat je ondernemerschap steeds meer mensen in het oog komt. Ook ondernemster Rachma Elmoeden is genomineerd. Rachma heeft Mas Dienstverleners opgericht. Dat is een multicultureel schoonmaakbedrijf. In 1999 werd ze al eens verkozen tot de zwarte zakenvrouw van het jaar. Bij de 52-jarige Rachma Elmoeden zit het ondernemerschap in haar bloed. Geboren in Marokko kijkt ze de kunsten af van haar vader die daar een winkel had. Toch ziet Rachma haar toekomst niet in Marokko. Ik heb vanaf mijn 8e jaar, toen ik 8-7... had ik eigenlijk besloten om niet in Marokko te leven. En de reden is dat ik eigenlijk zag, toen op die leeftijd natuurlijk bij Hastakjoen, dat er verschil staat tussen jongetjes en meisjes. En dat verschil wordt alleen maar groter. Hoe ouder ik word, hoe meer ik zag dat er hier iets klopt niet. Toen zei ik, hier ga ik niet leven. Rachma vertrekt en gaat naar Nederland. Hier gaat ze aan de slag als schoonmaakster. Na 18 jaar voor een baas te werken is ze het zat en begint voor zichzelf. Eén ding is zeker, ze zal alles anders doen. Wat wij dus anders doen ter opzichte van onze collega-concurrenten is dat er ieder die hier komt werken, krijgt een opleiding. Dat is dus sowieso de basisopleiding. Of je nou schoonmaker bent of een glazenwasser of een specialist of een leidinggever. Dan ben je daar. Krijg je, maar ook, je bent ook verplicht, gelijkertijd. Want heel vaak hebben dus de medewerkers, de schoonmaakmedewerkers, geen ervaring met een opleiding. En doordat ze dan toch wel die opleiding behalen, vaak is het hun eerste cursus of komen eerst aanraken met onderwijs. En dan merk je heel vaak dat mensen dus ook gemotiveerd om door kunnen gaan. En dat was altijd mijn wens, altijd, ja. Ja, natuurlijk, je wil altijd, hè, als je dan zelf een werknemer geweest, en daar ben ik 18 jaar geweest, dan wil je natuurlijk trachten om dingen die dan niet goed gegaan in jouw loopbaan, dat je dat in ieder geval voor je mensen wil verbeteren. Want anders ben je echt geen goede werkgever, hoor. Het succes van het leven, het is gewoon wat ik van huis heb gekregen, de normen, waarden en rechtvaardigheid en eerlijk zijn. Natuurlijk uiteraard ook heel hard werken, hoor, want met niks gaat de zon op. Hè. Ik zeg haar altijd, als je ergens naartoe wil, dan kan je het niet van 8 uurtjes per dag. Hè. Dus dan moet je heel veel gas geven. In 14 jaar tijd telt Rachma's bedrijf nu 300 medewerkers. Zonder haar familie had ze dit niet kunnen waarmaken. Het balans in je leven is eigenlijk als wie het ook wil presteren in zijn leven, dan moet je eerst zorgen dat je privéleven goed geregeld is. Ik ben nu oma van 4 kinderen. Nou, dat kun je eigenlijk bijna niet uitleggen aan mensen hoe verrekend, hoe blij, hoe gelukkig je maakt. En wat ik dus merk bij hun is gewoon, als ik met hun ben, is dat je er eigenlijk gewoon je hele systeem, je hele hoofd op nul. Ik word gewoon een kind. Inmiddels is haar familie bij het bedrijf betrokken. En over 5 jaar wil Rachma stoppen. Dan zal haar dochter Oeymarma het roer overnemen. Sowieso ben ik super trots op mijn moeder. Want ik heb natuurlijk vanaf het begin meegemaakt. 14 jaar geleden begonnen. Dus altijd iemand geweest die je hard werkt. En niks komt vanzelf en dat merk je. Als je gewoon ervoor gaat, dan zie je dat dat mogelijk is. Nou, ik vind het ontzettend geweldig dat ik genomineerd ben. Natuurlijk samen met die andere 4 vrouwen. Het is gewoon een eer. Ja.
CVS richtte in 1997 het zeer succesvolle Koeberg Communicatie en PR op. Dit bedrijf is uitgegroeid tot een van de toonaangevende onafhankelijke communicatie- en PR-adviesbureaus van Nederland. 14 jaar geleden begon Gervaise Koeberg haar eigen communicatie- en PR-bureau. Ze werkte altijd voor anderen, maar besloot toch voor zichzelf te beginnen. Het eigen bedrijf is toevallig ontstaan. Ik werkte altijd ontzettend hard in Rotterdam. Ik ben een echte Rotterdamse, dus dan is hard werken vanzelfsprekend. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil het eigenlijk wat rustiger aan doen. En toen dacht ik, dan doe ik dat. Ik ga voor mezelf beginnen, want dan kan ik mijn eigen tijden bepalen en dit en dat. Nou, daar heb ik gigantisch in gefaald. Want ik kreeg het drukker dan ooit. En inmiddels hebben we een holding met 4 bedrijven. En dat is natuurlijk best wel een hele verantwoordelijkheid. Op dit moment heeft ze zo'n 50 medewerkers in dienst. Ze werkt voor grote opdrachtgevers als The Grand, Moët & Chandon en Louis Vuitton. Waarom heeft juist zij zulke grote klanten? Wat is het geheim van haar succes? Mijn vakgebied, communicatie en PR, is heel erg afhankelijk van de tijdsgeest. Dat is tegelijkertijd ook datgene waarom ik het zo leuk vind en waarom het zo spannend blijft. Het is niet een kunstje wat je zoek en vervang steeds meer opnieuw kunt doen. Je moet kijken, wat gebeurt er in de samenleving? Wat speelt er nu? Iets wat sterk meespeelt in waarom we met z'n allen zo succesvol zijn, is dat ik heel gedisciplineerd kan werken. Een goed idee is één ding, dat is belangrijk. Maar nog veel belangrijker is dat je het vervolgens heel goed, heel gedisciplineerd uitwerkt. Iedere dag weer, ieder detail. En wat dat betreft, let ik heel goed op de kleintjes. Maurice werkt al jaren voor Gervaise en hij kent haar dus heel goed. Gervaise is een van de slimste mensen die ik ken. Heel inspirerend. Wat heel leuk is aan Gervaise is dat ze ook veel vrijheden geeft aan mensen die haar vertrouwen gewonnen hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf. En ik denk dat maar weinig mensen haar niveau kunnen evenaren ook. Het is geen gebakken lucht, het is the real thing. Maar hoe combineert een topzakenvrouw met een verantwoordelijkheid voor 50 werknemers het zakenleven met haar rol als moeder van 2 kinderen? Hoe breng je balans tussen je werk en privé? Dat is een vraag die mij heel veel gesteld wordt. En ik ben daar eigenlijk niet zo bewust mee bezig, want ik krijg zowel energie van mijn werk en ik krijg zowel energie van mijn thuissituatie. Een heerlijke man en 2 heerlijke kinderen. En ik vind het allemaal leuk. Ik vind het leuk als ik naar huis ga. Ik vind het leuk als ik naar mijn werk ga. En dat gaat door elkaar heen. En het aardige van eigen ondernemer zijn is dat je natuurlijk heel goed je tijd zelf kan bepalen. En ja, ik doe veel meer dan 40 uur. Maar wel op momenten die ik zelf kan bepalen. Dus als het voor privé echt nodig is, als er eens iets is, dan ben ik er. De vraag is natuurlijk, is ze trots op wat ze bereikt heeft? Nee. Ik ben niet zo snel trots. Want dat heeft in zich het gevaar van zelfingenomenheid en van op je lauweren gaan rusten. Ik vind het wel hartstikke grappig. Ik lach me iedere keer rot. En dan denk je, van wie ben ik dat ik dit allemaal voor mekaar heb gekregen? Want ik ben veel verder dan ik ooit had gedacht. Dus ik vind het allemaal prachtig. En ik realiseer me ook de relativiteit ervan. Want het kan, morgen kan er iets gebeuren en dan is het voorbij. Maar tot die tijd gaan we vrolijk verder. Op woensdag 25 mei, dan zal de jury bestaande onder andere uit Annemarie van Gaal, Rai Uiterwaal en Jan-Peter Balken en de winnares van de Onderneemster van het Jaar Award bekendmaken. En natuurlijk zijn wij erbij. Vanaf 30 mei kunt u het verslag van deze feestelijke uitreiking bij RTL Z bekijken. Wat mij betreft heel graag tot dan. De onderneemster van het jaar werd mede mogelijk gemaakt door Porsche.